Pieter Omtzigt liet zich recent kritisch uit over het coronabeleid. Onder andere de laatste lockdown, de coronapas en de 2G-maatregel moesten het ontgelden. Hij werpt zich op als coronacriticus. Maar wat zeggen moties uit die tijd? Laten we even kijken. De motie Kuzu over het uitspreken dat bedrijven een vaccinatieplicht niet kunnen opleggen als voorwaarde voor werknemers. Omtzigt tegen. Motie Baudet over nooit minderjarigen discrimineren op basis van hun medische status. Omtzigt tegen. De motie Wilders over het per direct alle coronamaatregelen opheffen. Omtzigt tegen. En de motie Van Haga Wilders over de coronapas nooit verplicht stellen in de buitenlucht. Omtzigt tegen. Pieter, waar was je toen demonstranten in elkaar werden geslagen omdat ze opkwamen voor hun lichamelijke integriteit, een recht dat is vastgelegd in de grondwet? Waar was je toen het demonstratierecht onder valse voorwendselen werd ingeperkt? Waar was je bij de avondklok en bij de lockdowns toen mensen werden opgesloten in hun huizen? Er zijn talloze grondwetten geschonden tijdens de coronaperiode. Ik noem er een paar. Artikel 7. Artikel 9. Artikel 10. En artikel 11. Ontzettend veel mensen voelden zich juist toen enorm in de steek gelaten. Achteraf is altijd makkelijker praten. Maar waar was je toen, Pieter, toen wij voor gek werden verklaard en op de barricade stonden? Waar was je? Ik heb je toen niet gezien en niet gehoord. En dat is jammer, want ik vind je een ongelooflijk goed Kamerlid op veel dossiers. Maar op het coronadossier heb je me ontzettend teleurgesteld. En ook dat mag je best weten. En daarom stem ik op 22 november op Forum voor Democratie.